We zijn aangekomen bij chapter 5 voor het eerst. Nadat we 4 keer in chapter 3 zijn aangekomen, zijn we nu in chapter 5. What big ears you have. What big ears you have. Ja, oma de verraadster. Lucas sat shivering in the bushes, staring at his feet. After checking to make sure the coast was clear, Beck gave him a gentle tug on his sweater. Nou, ben benieuwd. Mijn oma. We gaan naar de treehouse. Goed idee. Wat? Ik zie ze lopen. Ik liep mis. Is er niet hier? Nee. Dat is toch dat eerste paadje? Oh, ja. Oh, hey. Hij is ook in. The clipboard finished writing with a scratchy flourish and looked up. Mr. Nuncreed, arms crossed over his paunch, gave an exhausted sigh. Okay. He snatched the pad and scribbled his name so hard the pen nearly snapped. Maar we wisten al dat hij erbij hoorde. The clipboards looked at each other for a moment, almost pondering the possibility, then broke into laughter as they walked away. Oh, als meer stem heeft. Okay. Kunnen wij ook praten met deze man? Ah, agressie. Het is inderdaad vrij donker. Ja. Er zijn ook nog mensen buiten. Ja. Decaf cappuccino with extra foam. Okay. Hier brandt licht. Ja. En de burgemeester staat hier buiten. Met die enge hyena dude. William Kerr en Gus Valentine proudly surveyed the half-covered festival banner. The mayor gave a half-hearted shrug. Ah. Locked his arm on Gus's shoulder. Goeie vraag. Waarom doet hij dit eigenlijk allemaal? With a glimmer in his eye, Kurt gestured grandly toward the horizon. Ah. Ah. Okay. Hij gaat er vandoor. Hij gaat het bedrijf in. Ik kan niet nu met de mayor meer praten.
Rolo is Rolo. Big deal fertilizer. Ja, gaat hard aan toe met zo'n groot bedrijf in een klein dorpje. Aaswoorden gevonden? Aaswoorden. Ik dacht dat je wat anders zei. Nee, we hebben alles al gevonden. Luca gently baited for skimming. Nee, dus ik kan gewoon weglopen met beet in mijn hand, denk ik. Ja. We hebben geen nieuwe aaswoorden. De Bowman. Hij staat daarboven. Rolo. Back. Waggled his head with pride. Worst looking piles of junk. What? Hij gaat opruimen. Hij gaat de boel hermetisch afsluiten. Oké. Ik kan niks met deze target. Ik ga deze steen op die target gooien. Dat kan niet, het is ook geen steen. Het lijkt me de bedoeling. Ik denk dat het wel de bedoeling is, ja. Zo. Jezus. Ja, dat is raak. Lekker. Lekker hoor. Hij beweegt. Oh, beter. Oh. Wat een aim. Ja. Junk food for junk. Nice. Lekker hoor. Nou, daar gaan we. Het zou een vrouw kunnen zijn. Het zou oma kunnen zijn geweest. Ik denk niet dat het oma is geweest, omdat in de eerste keer dat we daar kwamen, toen werden we doodgemaakt daardoor. Dus ik denk niet dat het oma is. Dat klopt. Rollo let out a low whistle.
clandestien. Rollo en Luca shot. The tuin is kind of awesome. Lijkt me sterk. Dat is waar. Misschien is het wel onze moeder. Dankjewel. Die door die ooze verouderd is. Luca gazed out the window. House. Ja, er zit iets in die gym. Sowieso. Ja, dat zeiden we toen ook al. Ja. Chapter 6. Ah. Nou, dat was weer een korte chapter. Ja. In de volgende video, chapter 6, we gaan ons eigen huis onderzoeken. Ik ben benieuwd wat we gaan vinden. Komt goed. We zien het de volgende keer. Joejoe.